Ja, wat is? Ja, wat ik mij ineens afvroeg, ben je eigenlijk zeeziek geweest? Nee, helemaal niet. Ik was de enige die niet zeeziek was. En ik vroeg me af achteraf van, hoe kan dat ik niet zeeziek ben geworden? Maar ik kwam net uit Dancing with the Stars. En ik heb er zoveel pirouetten moeten draaien. Dus ik denk dat ik dat al gewoon was. Ik kon er heel goed tegen. Ja, this is Moby Sick. Ik ben Ella Leyers. Toen ik naar Over de Oceaan zat te kijken, vroeg ik me heel de tijd af, zou dat iets voor mij zijn? Met 5 onbekende bekenden en een televisieploeg 3 weken lang doorheen geschud worden op een oceaan. Weg van alles en iedereen, zou ik dat kunnen? En vooral, hebben ze alles er niet een beetje beter laten uitzien dan het echt was? In deze podcast ga ik dat onderzoeken. Hoe gevaarlijk dat eigenlijk is, zo'n overtocht. En hoe groot de kans is dat ik zee- of geestesziek word. Ik heb hier iemand heel speciaal bij mij zitten. Speciaal nog wel? De inleiding is nog bezig. Ah ja, sorry. Geen familie van Thibaut Courtois. Nee, echt heel veel mensen denken dat. Ik dacht dat zelf ook lang. Imke Courtois. Ja, dankjewel, Ella. Maar het is absoluut... Ik ben dus niet de zus van Thibaut. Heb je dat echt lang gedacht? For once and for all. Ja, het is nu toch wel straf dat er 2 op hoog niveau voetballende Courtoissen zijn. En dat die dan geen familie zijn van elkaar. Ja. Maar bon. Maar, okay. Imke, even over de Moby Dick en zo. Moby Sick, pardon. Jij waart medic aan boord. Klopt. Was dat zwaar? Had je daar schrik van? Dat lijkt mij nogal een verantwoordelijkheid. Ik was eerlijk gezegd heel blij met die functie, omdat ik had zelf wel ergo gestudeerd en kine, dus ik dacht van oké, als er iets is wat een beetje binnen mijn vakterrein ligt, dan is het wel het medische. Maar de dag dat we vertrokken, begon ik wel ineens te beseffen dat ik de enige aan boord was die de beslissing moest nemen op vlak van ja, als er iets zou gebeuren of zo, als er iemand met een gigantische hoofdwonden of zou zijn. En ook... Wat als er iets met u gebeurt? Ja, weet je... Dan moet jij zo half bij bewustzijn, zo... Nu moet je de scalpel pakken. Ik had zo het meest drastische in mijn hoofd was als iemand een ontstoken appendix heeft, dat ik die zo zelf moet verwijderen met een scalpel, terwijl die niet verdoofd is. Maar dat had je gekund? Ja, nee. Ik heb dat toen uiteindelijk gevraagd aan de man die mij een opleiding heeft gegeven. En de clue was eigenlijk... volsteken met antibiotica, zorgen dat die ontsteking afremt. Altijd contact leggen met iemand aan land die u medisch kan begeleiden wel. Maar het is wel niet zo gemakkelijk als thuis dat je even op Google gaat, iets opzoekt van wat moet ik doen in geval van... Als je nu zegt, er gebeurt iets en dan we googelen dat. Maar ja, jullie konden dat zelfs niet googelen. Nee, dat is het hem. Hè. We zijn zo gewoon om altijd heel snel informatie te vergaren. Dus ja, kijk, het was toch iets meer verantwoordelijkheid dan ik aanvankelijk dacht. Oké, Imke, ik kom aan het einde van de podcast nog bij u terug. Maar ik ga eerst met de dokter praten die u opgeleid heeft. En een professor. Dag professor Floris Wuyts en dokter Rob Verbist. Goedemiddag. Ik ga even beginnen bij u, dokter Verbist. Imke is bij u een opleiding komen volgen tot medic. Ja. En heeft ze talent? Dat denk ik wel, ja. Was het een goede leerling? Volgens mij is die vooropgeleid, heeft die kinesietherapie gedaan. En dat geeft dus een zekere voorkennis. Anatomie, spierstelsel en die zaken, dat lukt. Ja, dat ging eigenlijk heel goed. Het was een goede leerling. Hè? Absoluut. Wat denkt u dat iemand nodig heeft voor zo'n tocht over de oceaan? Ja, dat is natuurlijk moeilijk. Hè? Bijvoorbeeld, in haar geval is dat een opleiding geweest van, als ik me niet vergis, 2 dagen. Dus een beetje theoretische achtergrond en dan wat praktisch oefenen op poppen. En leren prikken, een spuit leren zetten, een hechting leren doen. Dat is kort. De mensen die de opleiding volgen aan de Hogere Zeevaartschool, die krijgen ongeveer 200 uur opleiding, waarvan 120 uur stage in een ziekenhuis. Hoeveel van die uren heeft Imke geklopt? 2. Bedoel je stage? Geen. Ja? Ah, oké. Nee, 0. U geeft les aan de Hogere Zeevaartschool, maar u bent ook de havendokter in de haven van Antwerpen. Ja. En ik weet niet goed wat ik mij moet voorstellen bij een havendokter. Wat doet hij allemaal? Behandelen van zeelieden. Dus wij doen alles wat drijft. Dus een schip dat binnenkomt in de haven en waar een zieke aan boord is en die heeft medische bijstand nodig, dan mogen ze die naar ons verwijzen. Dus we zijn eigenlijk de huisartsen van de zeeman. Daar begint het bij. En wat zijn de meest voorkomende ziektes op zee? Wordt u dan opgeroepen omdat iemand zich onwel voelt en ik heb een griepje? Of moet ik mij dat echt inbeelden zoals een oorlogssituatie? Of is het een beetje de twee? Een beetje tussenin zeker, ja. Okay. Huisartsgeneeskunde. Je ziet alles wat je ook aan land ziet. Verkoudheden, griep, maagpijn, rugpijn. Veel geslachtsziektes. Ik zou niet overdrijven hoor. Dat is heel sterk geminderd. Vroeger wel. Echt? Ja, eigenlijk zagen wij heel veel SOA's, maar met HIV is dat sterk verminderd. En mensen die vandaag varen zijn hoogopgeleid, hebben veel te verliezen, hebben een huis en een lening. En gaan zich... Enfin, ze hebben eigenlijk ook geen tijd meer om in havens weg te gaan en zich lazerus te drinken en 's morgens niet meer te weten waar ze nu precies geweest zijn. Het is echt een industrie geworden. En zijn er dan ook mensen die exotische ziektes meebrengen? Dat wel, ja. Dus als je zegt, wat is er dan apart aan? We zien bepaalde pathologieën, we zien bepaalde ziektes meer dan aan de wal. Maar we hebben inderdaad regelmatig kans dat er eens een tropische ziekte tussen zit. Dus malaria bijvoorbeeld, dat vaart wel eens de haven binnen, ja, dat klopt. Dus je moet daar altijd wel rekening mee houden. En het andere wat misschien verschilt van de huisartspraktijk is dat wij toch ook nog wel wat traumatologie zien, dus ongevallen. En dan soms zo mensen die hun schoen uitdoen en zeggen dat doet nu al een maand zeer. En dan bereikt die op 3 plaatsen gebroken te zijn. Dat komt wel voor. Zijn zeebonken echte bonken of zitten daar toch ook wel watjes tussen? Er zijn meer watjes dan bonken, je mag gerust zijn. Ja, vooral als ze bij de dokter moeten komen. Zo. Spuitjes krijgen, Ja, ze zijn daar. De zeeman van vandaag is in meerderheid bij ons Aziatische zeemannen uit de Filipijnen. En dat zijn hele brave, lieve, vriendelijke mensen. Dus dat is niet dat stereotype beeld van de grote struizige, getatoeëerde hooligan. Ja, stel, er overlijdt iemand op zee. Moeten die dan dat lijk in een lijkzak steken en wachten op hulp? Of tot ze weer ergens aan land komen? Of hoe bewaar je dat? In Antwerpen zeggen ze op een koude steen. Dus eigenlijk wordt een lichaam bewaard rond 4 graden, zoiets. Er zijn lijkzakken aan boord, dat is absoluut juist. Die worden ook gebruikt. Maar dan moeten ze dat bewaren. En als dat langer is, dan hebben ze de neiging om die inderdaad in de diepvries te leggen. En dat doen mensen dan ook? Wel, wij hebben dat ook niet zo graag, dat ze die diepvriezen. Maar ze blijken daar... die reflex zit er bij velen in, ja, om dat te doen. Man, heeft u al veel overlijdens moeten vaststellen? Ja, dat gebeurt. Ja, daar zijn dingen bij. We hebben dus een moord aan boord gehad, die zowat verdonkermaand werd. Dus ik werd gevraagd om de dood te komen vaststellen en... In de cabine lag het lichaam opgebaard en echt prachtig gedaan. Het laken erover, een beetje teruggeslagen. De Bijbel open naast het bed. Plastieke bloemetjes op het laken enzovoort. En de handen gevouwen voor de borst. Maar net iets hoger dan dat je dat verwachtte. Dus ik ben dan toch eens gaan kijken. Enfin, samen met een begrafenisondernemer. En het mes zat er nog in. Oh. Ja. Nee. Ja. En... Allee, ja, dat was te duidelijk. Er was ook duidelijk tweedracht binnen de bemanning. Dus er was daar grote angst op dat schip. Want ja, als dat op zee gebeurd is, dan kende de dader. Dus die sfeer daar was onvoorstelbaar. Ja. God. Dat het toch deugt, nee? Ja, oké. U heeft ook iemand meegebracht, professor Wuyts. Ja. Kunt u hem even voorstellen? Die zeeziekte, ik ken daar wel iets van, maar dat is, ik heb daar niet op doorgeleerd. Dus dan ben ik op zoek gegaan naar, hebben wij in het Antwerpse geen specialist op vlak van zeeziekte? En dan kom je, zonder dat je dat twee keer moet vragen, kom je automatisch bij Floris Wuyts uit. Die wereldberoemd is in de wereld van de kinetozen of de bewegingsziekte. Dus ik heb daar over zeeziekte alleen maar van geleerd. En als er nu iets over zeeziekte gezegd moet worden, dan moet hij het maar doen. Wauw, professor Wuyts, dat is een introductie die kan tellen. Ja, dat is, klopt. Ja. Dus ik ken zeeziekte. Maar welke andere ziektes zijn er dan nog? Allee, of bewegingsziektes, pardon. Bewegingsziekten is een verzamelnaam voor wagenziekte en zeeziekte en ruimteziekte. En eigenlijk is dat helemaal geen ziekte. We zijn perfect gezonde personen, zijn juist gevoelig voor zeeziekten eigenlijk. Het is een beetje een vreemde bewoording, maar ja, wij zijn niet gedesigned om in een vliegtuig of in een wagen of zoiets te zitten. We hebben 100.000 jaar op de prairie rondgejaagd en weet ik veel wat. Dus ons systeem is niet gedesigned daarvoor. Dus dat is heel normaal. En de essentie van waarom dat je dan ziek bent, is eigenlijk simpel. We hebben een aantal sensoren. We zien de omgeving, we voelen hoe dat we bewegen met ons lijf. Als je in een auto versnelt, dan voel je de zetel in je rug duwen eigenlijk. En dan dat evenwichtsorgaantje in het binnenoor, dat is een prachtig spul, dat meet elke beweging die je maakt met je lichaam. Dat moet kloppen. Dus hoe dat je ziet bewegen, moet kloppen met wat je voelt. Vandaar ook dat een chauffeur in een auto nooit wagenziek is. Maar de kinderen op de achterbank wel. Want die zien niet wat er gebeurt. En een bijkomend iets is, die kunnen niet anticiperen. Je verwacht wat je gaat gevoelen. En dat is eigenlijk wat er normaal een chauffeur doet. Dus als er verschil is tussen wat je verwacht en wat je ervaart, dan gaat het fout. Dus op een schip ook het beste dat je kunt doen als je een beetje last hebt van nausea. Zou mottig zijn. En naus is schip. Dus de medische term voor misselijk en mottig zijn is grappig genoeg gebaseerd op schepen. Dus als je last ervan hebt, dan, als je dan mocht sturen, achter het stuur staan, dan gaat dat al een stukje beter. Want dan kun je perfect inschatten van hoe dat je gaat op die volgende golf bewegen met een boot. En hoe komt het eigenlijk dat sommige mensen zeeziek worden en anderen helemaal niet? Wel, er is een predispositie. Sommige vrouwen worden gemakkelijker zeeziek dan mannen. Toch jonge vrouwen, oudere vrouwen minder. Wanneer is de overgang van jong naar oud? Waar zou u mij indelen? Ultra jong. Oh, zalig. Ja, nee, heel mottig ga ik zijn. Ja. Wel, migraine kan er bijvoorbeeld een factor in spelen. Dus vrouwen met migraine zijn duidelijk gevoeliger voor zeeziekte. Eens dat de puberteit voorbij is, dan gaat het al wat beter. Ja. En tot op het niveau van ongeveer 30 jaar zijn mannen en vrouwen quasi gelijk qua gevoeligheid. Maar het anticiperen is superbelangrijk. Hoe kun je het detecteren? Zo snel mogelijk? Of zo vroeg mogelijk? Het is een bepaalde testen die men doet in een laboratoria bijvoorbeeld. Dat is op een draaistoel zitten. En dan, terwijl je ronddraait, gewoon met het hoofd naar links of naar rechts of naar voor of naar achter bewegen. Dat is heel erg provocerend. Maar dat kunnen wel trainen. Dus je kunt de eerste dag dat je dat doet, is dat na 5 seconden begint het al min of meer parelend voorhoofd te hebben en zo wat bleekjes te zien. Maar als je dat een week lang doet, of 2 weken lang, elke dag een beetje meer, kun je wel wat desensitiseren. Dat is trouwens wat ze ook doen met de cosmonauten. Dus Boot Frank de Winne heeft dat er voor zijn ruimtevlucht gedaan, omdat dat bij de Russen een klassieke manier is om u voor te bereiden op die hele gekke toestand van ruimteziekte natuurlijk. Piloten ook, zijn opleiding ervaren dat ze, als ze in de cockpit zitten en ze zijn aan het vliegen, ze vliegen in de mist, dat ze dan overgeven. Dat is echt niet praktisch, hè, op dat dashboard zo. Dus die kunnen ook effectief op die manier desensitiseren. Dus kunnen wel wat erin trainen. We hebben het er ook eens over gehad, denk ik, dat uw focussen, uw concentreren ook wel helpt. Dus een taak waar uw hersenen zich op moeten toeleggen, dat leidt hen af van die heel veel prikkels tegelijk. die verkeerd geïnterpreteerd worden, want dat is uiteindelijk het conflict tussen wat je ziet of voelt en wat je evenwichtsorgaan aangeeft. En daar zit een beetje de knoop van het verhaal, denk ik. Of dat denken we toch. Ja, en een volle maag is beter dan een lege maag. Omdat... Ah, ik zou net denken omgekeerd. Ja, dat is wat tegen uw intuïtie, maar je hebt energie nodig om al die dingen met elkaar te doen matchen, om dat in overeenstemming te brengen. Dus goed uitgerust zijn is belangrijk, goede nachtrust is belangrijk, en energie in je maag, enfin, ten gevolge van je eten. En klopt het dat het na een paar dagen wel weggaat? Je brein is plastisch. Neuroplasticiteit noemen we dat. Dus inderdaad, je brein begint te weten van hoe gaan die golven, hoe beweegt dat schip, leert die informatie ermee om te gaan. En dat voor een stuk van ermee rekening te houden. En je bent dus daardoor aan het gaan gewennen. Dat is ook trouwens met cosmonauten en astronauten in de ruimte. De eerste 2 dagen zijn die echt behoorlijk misselijk en mottig. Ja, en daarover geven is natuurlijk nog net iets lastiger, want je wilt toch echt niet het braaksel van je collega's in voorbij zweven. Dus ze zijn echt wel getraind om... die hebben op hun schouder echt zo een kotzakje dat ze onmiddellijk kunnen pakken als ze het voelen opkomen. Want in de ruimte voelde dat veel minder snel opkomen dan op zee. Gelukkig, op zee voelde het iets gemakkelijker. Dus ze kunnen nog net tot aan de reling gaan over de rand te gaan overgeven. Maar... na die 2 dagen is dat oké. Dat is trouwens wel de reden dat de astronauten of cosmonauten geen ruimtewandeling mogen maken de eerste 2 dagen dat ze in de ruimte zijn, de eerste 2-3 dagen, omdat aan de binnenkant van zo'n ruimtepak overgeven, ja, dat is ook not done. Hè. Ah ja, oh nee. Ja, er zijn geen ruitwissers aan de binnenkant. Maar vooral het ergste, en dat is een werkelijk probleem, ze kunnen stikken omdat hun braaksel eigenlijk de luchtfilters kan blokkeren. Dus ja, dat is... Er zijn natuurlijk ook pillen. Maar als je nu, zoals in Over de Oceaan, ze hebben dan de Atlantische Oceaan overgestoken in 21 dagen. Is het dan verstandig om 21 dagen zo'n pillen te nemen? Nee, integendeel. Nee, dat gaat niet gewoon. Want uiteindelijk, je hersenen moeten ook zich aanpassen op basis van informatie die ze krijgen. En als je scopolamine neemt, ja, dan wordt dat helemaal heel het evenwichtssysteem platgelegd. Wat het ideaal is, omdat je dan geen conflict meer hebt. Want als die informatie niet doorkomt, dan is er ook geen conflict. Maar dan ga je ook niet trainen van, hoe moet ik er nu mee omgaan? Het punt bij die medicatie is ook dat je die eigenlijk op voorhand moet nemen. Hè? Ja, dat is van het moment dat je misselijk bent, helpt het niet meer. Nee. Doe je echt nu misselijk? Niks. Switch the brain. Dominique zei in Over de Oceaan dat hij het mentaal had overwonnen. Hij zei switch the brain. Kan dat ook? Ja, ik heb ooit horen vertellen, maar dat is misschien meer anekdotisch, maar endorfines, goed gevoelhormonen, zijn natuurlijk wel gunstig. Dus moppetappen helpt wel. Samen zingen helpt ook. Omdat dat dan leid je af. Dus dat is op zich niet zo gek. Je kunt op die manier wel een aantal... ook terug wat afleiden van aandacht. Als je natuurlijk op die boot stapt en zegt, ik ga ziek worden. Ik voel me al niet goed. Zeker, als je kunt zelf wat trainen, dan heb je ook al niet veel nodig. Maar je zegt, ik kan niet ziek worden. En er zijn echt wel trucken natuurlijk. Vooruitkijken is veel beter dan opzij kijken. Want als je in de richting van de boot, waar de boeg naartoe gaat, dan zie je veel beter de horizon. Terwijl als je opzij kijkt, dan zie je de horizon op en neer gaan. Dat is veel lastiger. Ah, dus ook niet slim is als kok meegaan met het programma. Want die zitten heel de tijd beneden in de keuken, boven hun potten, zonder raampjes. Ja. Dus... Misschien wordt de kok toch over het algemeen wel minder ziek dan de rest van de bemanning. Omdat hij afgeleid is. Ja, maar nog een argument. Een van de eerste studies die mij 30 jaar geleden wat beïndrukt hebben, was trouwens een beetje een gekke studie, was een Engelse prof. En die had op de ferries die tussen het vasteland en Engeland varen de oppervlakte en de volume gemeten van het braaksel. Aan die hoeveelheid, aan die hoeveelheid konden ze dan eigenlijk meten hoe ziek de mensen waren. En tegelijkertijd hadden zij toestellen aan boord die de bewegingen van het schip registreerden. En uit die studie heeft hij afgeleid dat de op- en neergaande beweging, de verticale versnelling of de verticale beweging, dat eigenlijk de grootste oorzaak was van zeeziek worden. En dus de kok, en in het geval van Dominique, midscheeps is er het minste beweging. Het is de boeg en de achtersteven die meer op en neer gaan dan midscheeps. Dus er wordt wel eens gezegd om het te voorkomen, midscheeps het zwaartepunt opzoeken, gaan eten, de plaats waar het minste beweegt. Ja. Dus daar zit eigenlijk wel een punt. Maar ja, ik zeg het... Je moet dat bevestigen, want ik... Nee, maar het klopt. Het is zelfs zo dat je, als je een vis neemt in een bokaal en je beweegt die bokaal op en neer aan een bepaalde frequentie, dat dus die vis zeeziek wordt in zijn eigen aquarium. Dus dat is echt crazy, maar het is zo. Dus er zijn trucken die je zeker kunt doen om eigenlijk zo min mogelijk proberen zeeziek te zijn. En dan hadden wij... onder elkaar al uitgevonden. Ik heb inderdaad ook zo'n vriend, als hij ziek is, dan gaat hij midscheeps op zijn rug liggen. Ja. En wat ik dan van jou leerde, is dan wordt die verticale beweging een voor-achterbeweging, omdat je plat ligt. Ga je zo op en neer in plaats van rechtstaande en dan blijkt je minder ziek te worden of sneller te herstellen. En voor die vriend werkte dat, maar... Ja, dat klopt. En dus eigenlijk het is hetzelfde dat je hebt als je bijvoorbeeld autistische mensen ziet zo vooruit-achteruit bewegen. Dat is ook aan een bepaalde frequentie. Dat is vaak 2 hertz. Dat is dezelfde frequentie van 120 beats per minuut, waar wij happy zijn als we kunnen headbangen op een dansvloer een hele avond lang. Want dat is eigenlijk dus die voor-achterwaartse beweging. Dat geeft een soort prikkeling van het saculaire systeem. Dat is een onderdeel van het evenwicht. Dat vinden wij heel leuk. En dat is datzelfde systeem dat geprikkeld wordt. Als je in een rollercoaster bijvoorbeeld zit en heel snel vertrekt, dat geeft eigenlijk wel een harde kick. Dat is omdat dat stukje van het evenwichtssysteem geprikkeld wordt. En dus dat is echt die voor-achterwaartse prikkeling. Dus die beweging van dat zo voor en achter helpt wel. En ik weet dat ik ooit in paraboolvluchten zat. Dat is zo een vliegtuig dat zo heel gekke bewegingen maakt en 20 seconden telkens gewichtloos bent. En ik had toen al een beetje groenige schijn. Maar dat is 31 keer na elkaar dat die beweging gemaakt wordt. Dus tegen de 15e keer beginnen ze al wel te voelen van ja, dat klopt hier toch helemaal niet. En ik had toen zo'n een iPod met Fateless Insomnia. En dus op het moment dat ik het zo terug voelde opkomen, rap die iPod terug in die oortjes en dan Insomnia. Dus dat is echt perfect 2 hertz. En dan ging die misselijkheid terug weg. En Rob heeft effectief ook zo een thesis ook mee begeleid. Ja. Ja. Waarbij de studenten van de Zeevaartschool op het schoolschip de helft koptelefoon droeg met muziek aan de juiste frequentie. En de andere helft andere frequenties. En ja, dat bleek te werken. Maar... Dus zeeziekte, oké, we zetten insomnia op. Vind ik al heel goed. Of smells like teen spirit is ook goed hoor. Maar ja. Upbeat. Sommige mensen worden gek op zee. Kan dat ook door zeeziekte zijn? Of is dat eerder ook te wijten aan een isolement, waardoor dat mensen dan helemaal... Er is eigenlijk een syndroom, dat noemt SOPID-syndroom. SOPID. En dat valt een beetje samen met zeeziekte. Maar wat dat daar essentieel aan is, dat je echt volledig bijna van de wereld bent. Je wordt agressief. Je kunt totaal niet meer focussen. Je kunt je niet meer concentreren. Je kunt dus ook niet meer werken. Of je concentreren op wat je aan het doen bent. Dus dat is echt een operationeel probleem. Dat verandert bijna echt je persoonlijkheid. En dat noemt men SOPID-syndroom. En dus dat is een gevolg van zeeziekte. Ik heb het ene keer eens ervaren, niet zelf, maar een van de persoon die was mee gaan vliegen tijdens zo'n paraboolvlucht, die begon echt... Dat was een heel brave, lieve journaliste. Die moest ook interviews doen tijdens de vlucht van andere groepen. En dus die kreeg dat SOPID-syndroom. Die wordt daar kwaad en agressief. En dat was echt helemaal niet zo fijn. En ze zei, ja, ik kon er niks aan doen. Nadien, hè, ik kon daar niks aan doen. Dat overviel mij. Ik kon mij totaal niet beheersen. Ja, dat was echt wel heavy. Dat is momenteel in de beroepsvaart ook een issue. Het mentale welzijn van de mens. Het heeft ook iets... te maken met de stress en de druk en het drukke leven. Je mag de parallel met burn-out syndroom en zo trekken, maar we maken ons daar inderdaad wel wat ongerust over. Omdat we dat wel vaak zien bij zeelieden. Ik denk dat je niet mag onderschatten dat er eigenlijk altijd wel een factor angst aanwezig is. En ik bedoel daarmee niet zozeer de angst voor de storm en voor het slechte weer, maar hier en daar kruipt dat er toch wel in. De zeeën zijn niet veranderd, dus mensen worden nog altijd wel een beetje ongerust als de weersomstandigheden heel slecht zijn. En dan, wat er vandaag de dag zeker ook een rol speelt, is alles is geautomatiseerd, alles wordt via computers gestuurd enzovoort, maar je moet heel goed inzicht hebben in wat die systemen allemaal doen en kunnen, om niet een klein beetje daardoor overweldigd te zijn en daarbij te staan van, ja, en als er nu iets gebeurt, wat moet ik dan doen? En wij hebben wel het gevoel dat die druk daar wel voor zorgt. Maar dokter Bombard, die heeft dat ook beschreven bij een ramp, een scheepsramp, waarbij heel veel mensen in het water terechtgekomen zijn en eigenlijk bleek achteraf dat er heel veel mensen verdronken waren omdat ze in pure paniek geraakt waren. Ja, dat werd dan terreur genoemd, maar nu noemen we dat paniek of gegeneraliseerde angst. En wat opviel was dat volwassenen verdronken waren en heel veel kinderen gered waren. En dus in die extreme omstandigheden heb je als volwassene zoveel dingen die je overmeesteren, dat een kind dat veel onschuldiger en naïver is, op dat moment blijkbaar meer kans heeft om te overleven. We zijn echt nog niet in Guadeloupe. Om even terug te komen op echt meer het fysieke letsel. Stel, ik maak de transatlantische tocht. Wat zijn reële gevaren die dan dreigen? Of wat zijn de meest voorkomende problemen die ik zou kunnen tegenkomen? Alles wat uitsteekt, raakt ergens tussen. Voilà. Dus uw vingers, uw handen, uw voeten, het geraakt ergens onder, het geraakt ergens tussen. Dat is wat wij zien. Ah ja, ik dacht misschien al te ver. Ik zat zo bij een appendix of zo. Ja, dat komt ook voor. Midden op de oceaan. Net in het midden zijn. Ja, midden op de oceaan. Dat is toch heel acuut, ja. Een appendicit. Oeh, kunt je je appendix preventief laten verwijderen? Ja, en nee, ik denk niet dat er veel chirurgen gaan zijn die zeggen, ah ja, dat doe ik wel even. Maar ja, als ze zo voor een andere gelegenheid ooit eens in uw buik moeten zijn, kun je misschien wel overleggen van, ja, pak dat dan ineens ook maar mee. Ik zou zeggen dat misschien astronauten en cosmonauten meer kans maken dan men daar ja op zegt. Maar ik weet dat dat al gebeurd is bij zeemannen, ja, om dat preventief te doen. Toch maar, wel? Ja, maar er is daar wel evolutie in. Al een aantal jaren merken we in afgelegen gebieden en zo dat behandelingen van mensen met duidelijke tekens van appendicitis, behandeling met antibiotica, eigenlijk ervoor zorgt dat die ontsteking terug wat afkoelt en dat we tijd winnen. En dat we zelfs zover gaan dat als er dan medische hulp is en die mensen in het ziekenhuis terechtkomen, het niet meer nodig is om ze nog te opereren. Imke heeft Dominique zeewater gegeven. Oeps. Maar ik denk dat ze ORS een pakje zout en zo, en dat ze dat in zoetwater had moeten... dat ze dat glas met zoetwater zou hebben moeten vullen, maar ze heeft dat met zeewater gevuld. Maar heeft dat wel helemaal opgedronken. Ja. Is dat eigenlijk schadelijk, zeewater drinken? Het is misschien niet echt verstandig. Er is daar veel onderzoek naar gedaan al. Er zijn al mensen die dat geprobeerd hebben. Er is een beroemde Franse dokter, Alain Bombard, die na de Tweede Wereldoorlog, dus is echt al wel lang geleden, de oceaan is overgestoken in een opblaasbootje. En dat was toen nieuw, een rubberbootje met lucht in. En dat noemt in Frankrijk nog altijd een Bombard. En die man is in 65 dagen de oceaan overgeraakt, zonder proviand. Die had eigenlijk niet veel bij. En die heeft zich in leven gehouden door vissen te vangen en die op te eten, maar ook die helemaal leeg te knijpen. En dat vocht van die vissen, dat dronk hij. En hij ving wat regen op en hij dronk ook dat regenwater. En dan dronk hij kleine hoeveelheden zeewater. Maar in zijn conclusies, na de oversteek, heeft hij dan toch eigenlijk gesuggereerd dat het mogelijk was. Ja, hij was het bewijs. Maar dat het niet verstandig was. En dat het innemen van zeewater moest beperkt worden tot zo klein mogelijk hoeveelheden per dag. En hij heeft dan gedefinieerd maximaal 1 liter in moeilijke omstandigheden. Zijn eigen nierfunctie die was bijna volledig verloren toen hij aan de overkant geraakt is. Dus hij heeft daar zelf voor zijn gezondheid jaren gevolgen van gehad. Dus geen de nieren, om het eenvoudig uit te drukken, de nieren regelen in ons lichaam water en zout. En die geraken daarvan ontregeld. Dus zeewater is eigenlijk niet het beste, de beste vloeistof om binnen te krijgen. Zeker niet. Gelukkig hebben we met Imke een goed opgeleide medic aan boord. Dat zijn zouten mineralen die voor uw elektrolytenbalans terug te herstellen. Oh, is dat juiste water? Dat is al zout. Ah. Het is wel juist water als keizout. Ik zie zeer dat ze zich gemist is van kraan. Ja, je hebt dat toch daar niet gepakt? Je hebt toch de bovenste? Ja, bovenste, maar nu zit je me nog twijfelen. Is hier duidelijk bewezen en toegegeven zelf dat Imke me probeert te verheften. Zeg, wat was dat van dat zeewater, zoetwater? Ja, nee, sorry dat ik dat nu moet vragen, want misschien vraagt iedereen dat. Ja, nee, wat is daar nu juist gebeurd en was daar kwaad opzet in het spel of niet? Kijk, even, recht van antwoord. Kijk, het is uw moment. Het begon allemaal heel goed, want ik had net voordat we vertrokken nog gedacht aan we moeten iets meenemen als iemand heel veel overgeeft en dan moet je zoiets hebben dat ze kalium, je zout en dat alles terug op punt staat. Dus ik dacht van, goeie zet, Imke. Oké, jij had beslist om dat mee te nemen. Ja, dus we beginnen positief, hè? Maar ja, en dan zijn we 3 dagen ver. Charlotte was al ziek geweest, Dominique, die deed dan projectielbraken. Dus ik dacht wel, ja, die man heeft dat nodig. Die heeft dat echt nodig. Die braakt continu, maar die bleef volle bak werken. Die was ook altijd nat in het zweet. Dus ik dacht, ik ga Dominique ORS geven. En daar zijn dus 2 kranen. Een kraantje met zoetwater en een kraantje met zeewater. En dag hoeveel op de boot is dit? Ik denk dag 3. Dag 3, maar je moet ook weten, Jani was manager over de boot en Jani was heel precies. Dus ja, ik wou ook precies niet toegeven dat ik nog niet zoveel mijn huishoudelijke taak had gedaan van de keuken te poetsen. Dus ik dacht van ja, kleinste kraan is zoet water, dus ik neem water en ik geef hem dat. En hij drinkt dat uit. Hij vond dat heel zout, maar ik dacht toen ook nog, dat is logisch, zo'n drankje, daar zit veel zout in. Dat is zout! Ja, voilà. Dus ik zei heel stoer, ja, nee, dat is normaal, dat is normaal. Ah, oké, dan drink ik dat leeg. En ik ga dus die kajuit binnen en dan blijkt dan dat ik effectief de verkeerde kraan heb genomen. Dus ik heb die man eigenlijk gewoon ORS met heel veel zeewater gegeven. Vrienden zijn zwak, hè. Als de vrouw zegt, drink het uit, drink je dat uit, hè. We zijn minder redelijk debiel, hè? Dit was de 3e aflevering van Over Over de Oceaan. Een podcast van Woestijnvis, Vier en Uitgesproken. Deze podcast werd gehost door mezelf, Ella Leyers. De verhalen werden geresearched en geschreven door Willem Stellamans. De productie was in handen van Laure Balkaan en Louisa Salens. De opname, montage en het sounddesign gebeurde door Stef Leenaerts van House of Media. De themasong is van Matthias Bastiaans en Otto-Jan Ham. De extra muziek is van Stef Leenaerts. Speciale dank aan Karel Dirks en Wouter van Driessen. De televisiereeks Over de Oceaan is een format van Rabbit Films. De volledige credits vind je op 4.be. Volgende maandag na de uitzending zijn we er met een nieuwe aflevering. Bedankt voor het luisteren en tot dan!